Dus als je nu van Arnhem naar Nijmegen fietst, dan fiets je eigenlijk door een kamer van het landhoofd. Dit weekend zijn de Open Monumentendagen. Op 11 en 12 september zijn allerlei bijzondere gebouwen gratis toegankelijk, zoals het landhoofd op de Nijmeegse spoorbrug. Peter Dane is nu de beheerder. Hiervoor zaten er twee werkruimtes in. Eén van zijn schoonvader, die kunstschilder was, en één van een bevriende fotograaf. In 2014 overleed mijn schoonvader. En toen heb ik de huur van de Westelijke Toren overgenomen. Ik heb daar een muziekoefenruimte in ondergebracht. En tegelijkertijd kwam eigenlijk deze toren vrij te staan omdat de fotograaf wegverhuisde. En ja, toen vroeg men mij vanuit ProRail, de eigenaar van het gebouw, of ik deze kant wilde beheren. Omdat het gebouw leeg stond en niemand hield er een oog op. Dus dat is eigenlijk een logische combinatie. En toen langzaamaan ontstond het plan om iets met deze toren te gaan doen. En omdat ik zelf nogal een liefhebber van geschiedenis ben, heb ik wat zaken uitgezocht over het verleden van dit gebouw. En dat hebben we samengevat in een rondleiding die de mensen hier kunnen volgen. Nou, dit hele complex is eigenlijk gebouwd om de spoorbrug te kunnen verdedigen in het geval van een vijandelijke aanval. Dus dat was bedoeld als militair object. En dat is het alleen nooit geworden. En waarom niet? Nou, het is gebouwd en toen het klaar was, toen waren de kanonnen inmiddels zo sterk dat dit gebouw geen schijn van kans meer had. Dus het leger heeft het eigenlijk nooit in gebruik genomen. Toen men eenmaal besloot dat de torens niet gebruikt zouden worden door het leger, bleek al vrij snel dat Nijmegenaren en mensen van de overkant van de rivier de brug gingen gebruiken als voetpad. Omdat er verder geen enkele brug in de omgeving was. Dat was natuurlijk heel risicovol, zeker omdat het niet als voetpad was aangelegd. En dus besloten de spoorwegen dat er iets tegen gedaan moest worden. En toen hebben ze de torens verbouwd tot brugwachterswoningen. Bij de torens kwam een gezin te wonen en die mocht hier gratis wonen. En als tegenprestatie bewaakten ze de toegang tot de brug. In een van de kamers in het gebouw, die overwegend werd gebruikt als slaapkamer, is een deur die op het spoor uitkomt. En daarbuiten hadden ze een wachtershokje waar ze konden gaan zitten en dan gedurende hun dienst de tijd doorbrengen. Het zal een saaie beroep zijn geweest, denk ik. In de jaren 80 werd het landhoofd een monument. Het gebouw was uitgewoond en de spoorwegen wilden het gaan slopen, maar daar kwam verzet tegen. Pas toen er plannen lagen voor een fietsbrug, werden de torens in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het werd monument in de jaren 80 en toen heeft het hier zo gelegen totdat de fietsbrug werd gebouwd. Die werd tegen de spoorbrug aangebouwd. En omdat die dwars door het gebouw heen geleid moest worden, wat inmiddels monument was, ja, dat kon niet zomaar natuurlijk. Toen is als tegenprestatie heeft men de torens herbouwd. En daarom zijn die torens eigenlijk weer in de originele staat teruggebracht zoals ze ooit hier gestaan hebben. Dat kostte wel een ruimte in een van de torens, van daar gaat het fietspad dwars doorheen. Dus als je nu van Arnhem naar Nijmegen fietst, dan fiets je eigenlijk door een kamer van het landhoofd. Behalve een bijzonder monument is het voor Peter ook zeer bijzonder zo'n privé oefenruimte te hebben. Heel bijzonder. Ja, het is een inspirerende plek, want je kijkt uit over de Waal. Hier komt van alles bij elkaar. Schepen, treinen, fietsers, voetgangers. Het is echt een kruispunt wat dat betreft. Van allerhande bewegingen. Het is hier nooit saai. Er gebeurt altijd wat. Dus het is een hele bijzondere plek.